Ja, ik hoorde die mensen roepen richting de grens. Dus ik vroeg hem, roepen ze nou tegen mij of tegen jou? Ja, die wedstrijd liep natuurlijk niet zoals die mensen wilden. Dus er komt er emotie bij kijken. Dat waardeer ik ook enorm hier. Dat NAC leeft enorm en Breda staat volledig achter die club. Dus dat is gewoon leuk om te zien. Ja, jij kan er wel waarderen die fanatiekheid vanaf tribunes. Ja hoor, zoals ik vroeger zelf ook. Ik was supporter van Veendam. Die club is inmiddels failliet. Als je supporter bent, dan hoort daar emotie bij en liefde. En dat heb ik vanavond wel gevoeld. Alleen ik vind het ook mooi dat wij ze beduidend stiller hebben gekregen dan normaal. Dus dat is ook een goed teken.